Hallo, ik ben Rens. En ik ben Bastiaan. Kijk je zelf. En welkom in ons drugslab. En in ons drugslab testen we elke week verschillende soorten drugs om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. Vorige week vroeg Paul ons of wij lachgas wilden testen. En dan zijn wij de broertse niet. Nee. Ik pak het er gelijk even bij. Kijk, dit zijn de patroontjes. Hier zit het gas ook in. Die stikstofmonoxide. En dit is goed voor ongeveer één ballon. Dus hier kun je echt lekker op gaan. Het wordt ook heel vaak gebruikt bij narcoses of bij de tandarts om jezelf te verdoven. Ja, alleen dan zit er wel 50% zuurstof bij en 50% lachgas. Nu gaan we echt helemaal voor de 100%. Wie gaat het doen? Ja, dan gaan we nu kijken. Ja, spannend. Ik ben benieuwd. Oké, komt-ie. Steen, papier, schaar. Yes. Smijter. Oké. Hebben we er zin in? Ik vind het, best wel. Het is niet zo'n hele heftige druk, nee, weet je wel. Het is even heel erg heftig. Ja, 20, 30 seconden ongeveer. Ja, dan is het echt helemaal, wow, ik zit in een andere wereld. Maar dan ben je ook zo weer terug op aarde. En ja, je moet het niet te vaak doen, niet te veel. Ik ben ook benieuwd hoe je geluiden gaat ervaren. Ja. Want dat is ook zo bij lachgas dat je geluiden worden heel erg versterkt. Dus ik ben benieuwd wat je hier allemaal hoort zo meteen. Wat hebben we daarvoor nodig, Bastiaan? De slagroomspuit. Precies. Het is namelijk ook drijfgas voor slagroom. Daarom is het ook legaal om te kopen. Het, het wordt eigenlijk gebruikt in de voedselindustrie. Mm-hmm. Neem trouwens het gas echt altijd alleen via een ballon. Want als je het rechtstreeks doet via of dit of via de spuit, dan bevries je luchtwegen. Ja. En dan ben je echt ver van huis. Of je lippen gaan bevriezen en dat is ook geen pretje. Nee, het is gewoon helemaal kut. Dus doe dat gewoon niet. Pak een ballonnetje. Niet duur. Nou, ik heb mijn band aangezet. Daarmee kunnen we mijn hartslag en mijn lichaamstemperatuur in de gaten houden. Ja, en ik ben de slagroomspuit aan het voorbereiden. Je doet het patroon. Doe je hierin. Dan draai je hem erop. Mm-hmm. En draai je net zo lang door totdat eigenlijk het gas in de slagroomspuit komt. Ja. Dat hoor je vanzelf. Zet jij de ballonnen maar op? Yes. Wist je trouwens dat lachgas in de 19e eeuw een kermisattractie was? Spang je ver toch eigenlijk? Stop bizar! Dat er gewoon iemand staat die lachgas aan het gebruiken is en dat iedereen ernaar staat te kijken. En dat ga ik nu ook doen bij jou. Ja. Oké, hou deze vast. Ja. En dan druk ik hem. 3, 2, 1. Kijk eens aan. Hartstikke idee. Wow. Dat is wel groot hoor. Er zit wel veel in, hè? Nou, wat je kunt doen om het zuurstoftekort een beetje te reduceren is door 4 keer helemaal in en uit te ademen. En eigenlijk heb je dan al het gas al in je lichaam zitten. Nou ja, daarna kun je even een korte pauze nemen van 2 tellen waarin je een beetje lucht bijneemt en dan gewoon weer door. Dan heb je eigenlijk het hele effect zonder dat je zuurstoftekort hebt. Dus dat ga ik ook doen. Veel plezier, hè? Ben je weer bij ons? Ja, ik ben nu weer, Maar het duurt wel heel kort, nu ben ik weer helemaal uit. Vanaf de ballon tot het inkikken duurde 35 seconden. Okay. Vanaf het inkikken tot, tot je klaar was, duurde ongeveer 50 seconden. Wat dacht je toen het begon in te kikken en hoe voelt dat? Nou ja, je voelt dat je eigenlijk je bewustzijn een beetje aan het verliezen bent. Ja. Dus je voelt je eigenlijk een soort van wegzakken. Mm-hmm.
En dat resulteerde ook in dat ik dus een beetje zo naar de tafel ging. En alles wordt gewoon heel vaag. En je voelt van, oh, ik ga erin. Ja. En het begint te komen. En dan is het er of zo. En je voelt echt dat het erin komt. Kan je het ergens mee vergelijken, het gevoel? Een beetje met flauwvallen, denk ik. Toch? Het is niet dat je dingen echt gaat zien. Of dat je rare gedachten krijgt. Dus die ik niet. Mr. Sandman, bring me a dream. Then tell her that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. I'm back again. Sorry. Ervaarde je de muziek? Het wordt niet mooier, het wordt niet lelijker. Maar het gaat helemaal... Het verdwijnt of zo. En er komt een soort... zoom en een soort... Net of het versloont zo. Ja, en het wordt gewoon... Het is niet dat je het heel mooi of lelijk ervaart. Het is gewoon... Het verandert heel erg. Ja, ik heb ook wel koppijn nu, zeg. Ja? Ja. Nou, dat krijg je er ook van, hè? Ik voel me ook niet heel chill of zo, weet je... Ja, niet, ik voel me niet heel fit. Nee. Nee, want ja, weet je, ik wil nog wel door, maar zou jij het tof vinden om het even te testen? Want ik voel me echt niet zo chill. Vind je het goed om er ook even eentje of iets meer te doen? Kijk hoe jij erop gaat. Vooruit. Ja? Held, jongen. Dan kan ik even bijkomen. Ja. Oké, we hebben de band even omgewisseld. Even kijken of die aanstaat. Ja, prima. Dan ga ik een ballonnetje maken voor je. Wat we nu gaan doen, ik ga hem knijpen op het moment dat hij aan het trippen is. En dan kijken of je het voelt. Ik ben benieuwd. Ik kijk even of je nu wel wat voelt. Ja. Goed, snel dicht. Ja. Perfect. Oh, tering. Oh. Gaat ie? Ja. Oh. Waar kneep ik je? Hier, één keer en ook één keer hier. Ja, maar klopt. Ja. Maar ik voelde het wel, maar het was niet net als net. Net deed best wel pijn. Ja, het is inderdaad, het is een verdovend middel. Het wordt ook heel veel gebruikt bij zwangerschappen om de weeën een beetje te doen verzachten. Ja. Het werd ook heel veel gebruikt bij de tandarts of bij operaties, maar tegenwoordig hebben ze daar weer andere middelen voor, dus dat gebeurt niet zo heel vaak meer. Mm-hmm. Maar inderdaad, het verdooft, dus je voelt wel iets, maar het doet minder pijn. Ja. Nou, doordat je dus je bewustzijn een beetje verliest, loopt eigenlijk alles een beetje door elkaar heen. Ja. Het horen, zien, voelen. Dus daarom ben ik wel heel benieuwd hoe jij het gaat doen met het oude vertrouwde handje. Yes! Daar is hij weer! Hij weer. Oké. 3, 2, 1. Bam, ja. En lekker ontspannen. Erin. En vasthouden. Begin maar hoor. Pak het handje maar. Doe het maar. Ja. Ik kan niet meer zo. Die roes in mijn hoofd, dat had ik gewoon heel erg. Het was gewoon helemaal. Ik snapte het allemaal gewoon niet meer. Zijn apen, die zijn je hoofd zitten klappen. Zo, dat had ik zo. En qua zicht kon je het nog wel scherp zien? Ik kon het nog wel op zich nog wel zien. Ik zag het wel, maar ik wist niet waar ik mee bezig was. Snap je? Mijn ogen zagen het wel, maar mijn hoofd was echt van, wat doe je? Ik zou dit niet zo vaak doen. Het duurt hartstikke kort. Daarna heb je echt hartstikke veel koppijn. Ja. Dan voel je een beetje moe. En het is ook niet goed voor je hersenen natuurlijk. Nee, het is ook niet goed. Dus ik vond het leuk om even te proberen, maar ik vind het nu ook weer prima. Ja. Goed.
Goed, dit was Drugslab voor deze week. Mocht je nou benieuwd zijn naar een bepaalde drug, laat het dan even weten hieronder. Of check even het kanaal, want er staan nog veel meer video's op, waarin we misschien al de drug hebben uitgetest waar jij benieuwd naar bent. Check ook even onze andere video. Hierin vertellen we binnen 1 minuut de do's en de don'ts voor het gebruik van lachgas. Ja, en dan gaan jullie allemaal abonneren. Tot ziens, hè. Hoi. Nou, het is de day after en ik had verwacht dat ik nu misschien nog wel een klein beetje koppijn zou hebben. Want gisteren na de ballonnen heb ik echt de hele dag met koppijn gelopen. Maar ik heb helemaal nergens last van, ook niet van mijn luchtwegen. Dus ik ga gewoon lekker de dag beginnen en ik voel me top.